I'm begging, please don't play. No. Met jullie mijn make-up stash een beetje uitzoeken en ga ik mijn make-up stash opnieuw indelen. Ik ben namelijk laatst naar de IKEA gegaan samen met Demi, Sterrem en mijn opa en oma. En ik heb daar het helmerkastje gekocht bij de IKEA en de inleglades. En me leek het wel een heel erg leuk idee om het helmerkastje met jullie in elkaar te gaan zetten. En ook een beetje een systeem in te maken met bijvoorbeeld de inlegbakken. En ook een beetje mijn make-up stash op te ruimen, want dat kan ook alweer een keer gebeuren denk ik. Dus zijn jullie benieuwd? Blijf dan vooral even zelf meekijken. En laten we maar snel gaan beginnen. Oké, let trouwens ook niet op mijn sokken. Het is super koud, dus ik heb even hoge sokken aangetrokken. Maar ja, ik ga dus nu die pak openmaken. Dit gaat even weg. En dat doe ik met een Stanley mesje. Want het zit best goed vast. Oké, ik heb hem nu open. Oeh, jongens, ik heb hem. Oh my god. Gebruiksaanwijzingen gaan lezen, anders dan snap ik er helemaal niks van. Oké, ik ga beginnen. Ik ga het nu versnellen en jullie zien wel hoe ik dit een beetje in elkaar ga flatsen als het me eventueel wel lukt. Als het me niet lukt, dan haal ik wel even mijn ouders erbij, die gaan me dan wel helpen. Maar ik ga het eerst zelf proberen. Jongens, zoals jullie wel kunnen zien, staat het kastje nu. Het was best een kalwei om het in elkaar te zetten. Ik heb mijn ouders ook even bijgehaald om te vragen of ze even konden helpen. Omdat het ongeveer een uurtje heeft gekost. Ook hebben we hier het randje van afgesneden, omdat anders het bak niet hierin paste. Dus dat hebben we met een Stanley mesje gedaan. Dat was trouwens ook best wel veel moeite. Maar het is ons gelukt. En ik heb ook even mijn andere kastje erbij gepakt. En dat ga ik nu even van jullie laten zien. En dan ga ik jullie ook even laten zien waarvoor ik bijvoorbeeld de eerste lade ga gebruiken. En de tweede lade. En dan ga ik het ook meteen in. Dus dat zien jullie nu allemaal. En ik ga dit trouwens ook gewoon versnellen. It ain't my fault you keep turning me on. It ain't my fault you got me so gone. It ain't my fault I'm not leaving alone. It ain't my fault you keep turning me on. I can't talk right now. I'm looking at a lock. What I'm seeing got me feeling kind of shocked right now. Couldn't stop right now. Even if I wanna gotta get it where it's hot right now. Oh my god, what is this? Want you all in my... Wat mijn bedoeling is van opbergen is dat ik in de onderste bak wil ik allemaal verzorgingsproducten doen. In deze lade wil ik al mijn nagellak doen. In deze lade zeg maar paletten, dus zonder een bestekbak. Hierin wil ik al mijn oogproducten doen. Mijn overige oogproducten, zoals oogpotloden, mono's, wenkbrauwproducten, etc. Bovenste wil ik dan gezichtsproducten doen. En in de tweede wil ik lipproducten doen. Ja, in de tweede lipproducten. Dus ik ga nu even alles op categorie sorteren. En dan ga ik het gelijk in de bak doen. En ja, ik ga beginnen met de lipproductenbak. And cut the walls away. Cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars, see you're beautiful. Dan ga ik nu door met alle oogproducten. Dus ja, laat u dit bakje even gaan indelen. Laatste bak. Hierin zitten dus al mijn gezichtsproducten. Dus ja, laten we die gaan inrichten. Oh,
kastje op te bergen is het qua make-up. Dat is natuurlijk de oogschaduwpaletten. Dus die ga ik eventjes hierin leggen. Zo, die vooraan, want deze paletten gebruik ik heel veel. Oké, dit is de eerste lade. En hierin heb ik dus al mijn gezichtsproducten zitten. In het tweede laadje heb ik al mijn lipproducten zitten. In het derde laadje heb ik al mijn overige oogproducten. In het vierde laadje al mijn paletten. In het vijfde laadje al mijn nagellakproducten. En in de laatste zesde heb ik eigenlijk al mijn verzorgingsproducten. Zoals douchegels, scrubs en eigenlijk allemaal lichaamsverzorgingsproducten. En bovenop de kast heb ik een aantal geuren staan. En dan is dit dus heel mijn kastje. Nou mensen, dat was dit zo weer de video. Ik ben echt mega blij met het eindresultaat. Ik hoop natuurlijk dat jullie deze video leuk vonden. Als het zo was, doe dan nog even dat blauw duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk ook even mijn kanaal. Dat kan hieronder op de abonneerbutton. Laat ook zeker weten even een leuke lieve reactie achter hieronder in de comments met wat jullie van deze video vonden. En dan zie ik jullie hopelijk gauw in de volgende video. Doei!